Yes, guys, Paul hier en welkom weer bij een gloednieuwe video. In deze video ga ik het met je hebben over het miljonairsbeen Ontrafeld, volledige guide. Nou, een van de eerste boeken die ik heb gelezen en een van de beste boeken die ik ook heb gelezen in mijn leven tot op heden. Staat zeker in mijn top 3. Een boek dat ik ongelooflijk vaak terug heb gelezen. En vorige maand, of in ieder geval deze maand trouwens, weer opnieuw heb gelezen en alles weer mee heb toegepast. Nou, het eerste keer dat ik dit boek las. Uh, was ik begonnen met dropshipping. De tweede keer had ik een product research tool die ik uitbracht. En de derde keer dat ik het lees, had ik de coaching. Dus elke keer als ik dit boek opnieuw lees, in een nieuwe fase in mijn leven, zijn er ook dingen die anders zijn. Nu woon ik momenteel bijvoorbeeld op Bali en dat soort dingen. En ja, ik heb heel veel dingen gehaald uit dit boek. En ik moet nog steeds wat dingen toepassen uit dit boek. En ik ga vandaag de belangrijkste kernpunten met je doornemen uit dit boek, zodat jij daar ook iets aan hebt. Nou, voordat we daar in duiken, like en abonneer op dit YouTube kanaal zodat ik meer van dit soort tof video's voor je kan maken en dan gaan we er gelijk in duiken. Nou, dit boek heeft uiteindelijk mijn leven veranderd. Voor dit boek was ik een verliesgevende dropshipper die nog een baan had en een studie en na dit boek was ik winstgevend met mijn dropshipping business en anderhalf jaar later, slechts twee jaar later, startte ik met mijn coaching business vanuit mijn product research tool die ik na anderhalf jaar had gebouwd. En ik ga je eigenlijk alle wijze lessen uit dit boek geven. Dit bespaart je niet alleen 20 of 30 euro dat dit boek is, maar ook 3 tot 4 uur van het lezen van dit boek door een 10-minuten video voor je te maken. Dus uh, ja, like daar zeker nog even voor. Nou, je financiële blauwdruk. En ik vind deze quote een van de beste quotes die erbij is: Je inkomen kan slechts groeien in de mate waarin jij zelf als persoon groeit. Dus je moet eerst zelf als persoon een groter persoon worden voordat je daar daadwerkelijk ook wat meer inkomen aan kan. Als je het zichtbare wilt veranderen in het leven, wil je eerst het onzichtbare veranderen. Ja, super geweldige quote, want ja, iedereen wil natuurlijk realistisch zichtbaar resultaat in het echte leven. Maar je moet eerst de dingen veranderen die niet zichtbaar zijn. Okay? Geld is een resultaat, rijkdom is een resultaat, gezondheid is een resultaat, ziekte is zelfs een resultaat, gewicht is een resultaat. En je leeft in een wereld van oorzaak en gevolg. Alles wat jij doet op dit moment zorgt dat je een bepaald resultaat behaalt. Positief of negatief. De enige die daar verantwoordelijk voor is, ben jij in de dingen die je zelf kan controleren. Oké. Okay. Nou, wat is uiteindelijk je financiële blauwdruk? Alle gedachten die je in je hoofd hebt, leiden uiteindelijk tot gevoelens in je onderbuik en die leiden tot acties. En die acties leiden tot resultaten en die acties leiden dus ook tot jouw huidige leven. Wanneer het onderbewustzijn moet kiezen tussen emoties en logica, zullen emoties bijna altijd de hand winnen. Nou, ik heb mij de afgelopen jaren getraind. En voordat ik dit boek las, was ik ook wel redelijk getraind in gewoon logische beslissingen maken in plaats van emotionele beslissingen maken. Emotionele beslissingen zijn voor vrouwen. Nee, nee dat niet. Maar uh, in ieder geval, dat zijn wezens die iets meer met emotie handelen. in dit geval ik neem het allemaal niet serieus. Maar uh, ja, logisch is een van de belangrijkste dingen die mij succesvol heeft gemaakt. Logische keuzes maken en niet mijn emoties de overhand ja, laten voldoen. <coughs> en um, ja, emotie is een uh, gevoel en gevoelens kan je uitschakelen. <laughs> Dat zei ik altijd op de middelbare school, met een vriend van mij. Dus uh, ja, misschien heb je daar wat aan. Als je motivatie om rijk of succesvol te worden. stamt uit een negatieve wortel. zoals angst, boosheid. of de behoefte om jezelf te bewijzen. zal geld je uiteindelijk nooit gelukkig maken. Hele belangrijke quote, maar ik vind nog steeds wel dat ik iets wil toevoegen aan deze quote. Ik heb heel veel uit negatieve dingen gehaald. Dus bijvoorbeeld de 9 tot 5 die ik had. of dingen waar ik niet tevreden mee ben. Dus die motivatie kan je zeker als pijn gebruiken voor het begin. om ja, jezelf doorheen te pushen en resultaten te halen. Maar die zullen er niet toe leiden dat je gelukkig zult zijn voor de rest van je leven natuurlijk. Uh, heeft mij enorm geholpen trouwens. Dingen als pijnlijk of kut gaan, uh, ja, dat helpt mij gewoon enorm om die volgende stap te zetten. En jaarlijks hebben we je altijd wel dat moment dat dingen niet gaan, zoals we willen dat ze gaan. En de enige manier om permanent de temperatuur in de kamer te kunnen veranderen is door de thermostaat anders te gaan instellen. Op dezelfde manier kun je het niveau van financieel succes alleen permanent veranderen door je financiële thermostaat opnieuw in te gaan stellen. Het bewustzijn neemt je gedachten en je acties waar, zodat je kunt leven naar echte vrije keuzes op het huidige moment en niet gestuurd wordt door programmering in het verleden. Dus als jij ja, iets wil veranderen, moet je jezelf opnieuw gaan instellen en je financiële blauwdruk aanpassen. 17 manieren ga ik nu met je doornemen waarop rijke mensen uiteindelijk anders denken en handelen. En hopelijk heb je iets aan deze 17 manieren. En kan je deze toepassen in je huidige leven en kan je daar een verandering mee maken en rijker te worden. Want nou, dat is ook het doel van deze video. Waarom lees je het Miljonairs Breid ontrafeld? Dat je fucking miljonair wilt worden. En ik ga je helpen hoe jij dat kan realiseren door ja, hier wat tips over te geven. Je kunt ervoor kiezen om te denken in manieren die je zullen ondersteunen in je geluk en succes. In plaats van op manieren die dat uiteindelijk niet doen. Geld is buitengewoon belangrijk in de gebieden waar het werkt en buitengewoon onbelangrijk in de gebieden waar het niet werkt. Wanneer je klaagt, verander je in een levende ademende magneet die ellende aantrekt. Dus praat geen negatieve bullshit en het bestaat niet sowieso als een rijk slachtoffer. Dus als je in die slachtofferrol zit, maak je geen geld en ga uit de slachtofferrol en klaag niet. Dat zijn een van de dingen die ik zelf hier persoonlijk uithaal. Rijke mensen spelen het spel om te winnen en niet om te verliezen. Zoveel mensen spelen het spel van: hé, hey, ik wil geen geld verliezen, of geen geld verliezen in cursus, of ik wil niet dit verliezen of dat verliezen. En je moet niet kijken naar wat je kan verliezen, je moet kijken naar wat je fucking kan winnen. Bijvoorbeeld, volgende week ga ik ook weer een investering doen in mijzelf: voor coaching, voor mijn coachingbedrijf. <laughs> Coach daarvoor inschakelen, maar die heb ik. Uh, ja, de, dit jaar gehad en ik ben nu weer op zoek naar iets anders. En die heb ik gevonden en dan kijk ik naar het trackrecord en dan betaal ik daar in dit geval voor drie maanden 7000 euro voor. Wat gewoon een aanzienlijk bedrag is, nog steeds. En voor mij is dat nog steeds wel een punt waarvan ik denk, daar moet ik goed over nadenken. Voordat ik zo'n uitgave doe, maar ik ga die uitgave dus gewoon doen. En ik kijk er niet naar van, hé, hey, kan ik binnen drie, ma die, drie maanden die 7k terugverdienen? Maar kan ik daar skills uit leren die ik voor de rest van mijn leven kan toepassen, voor mijn team kan toepassen? Daardoor meer geld kan maken en daardoor meer impact. Oké, okay. side note, als het je doel is om financieel prettig te voelen, is er een grote kans dat je nooit rijk zult gaan voelen. Maar als het je doel is om rijk te worden, bestaat er een grote kans dat je zeer welgesteld gaat worden. Dus maak het doel dat je rijk wilt worden. Nou, ik heb bijvoorbeeld als doel voor mijn coachingbusiness 50.000 euro per maand omzet, organisch. Uh, dat zijn bedragen die ik momenteel nog niet gehit heb. Uh, daar ben ik heel eerlijk in, maar ja, dat ga ik wel bereiken. De vraag is gewoon wanneer, maar ik ga net zo lang door tot ik dat wel bereik. Oké, okay. rijke mensen zijn ook vastbesloten om rijk te zijn. Nummer 1 reden waarom mensen niet krijgen wat ze willen is dat ze niet weten wat ze willen. Als je niet ten volle bent toegewijd aan het maken van rijkdom is de kans klein dat je het ooit gaat lukken. Je moet die volledige commitment hebben aan dus geld verdienen. En ja, als je niet weet wat je wil, krijg je ook niet wat je wil. Heel logisch. Rijke mensen denken super groot en je zult betaald worden evenredig even aan de waarde die je volgens de markt levert. Super goede quote. En dus ja, momenteel ben ik dus niet met mijn doel en moet ik dus meer waarde leveren. En een van de manieren waarop ik dat doe is meer van dit soort YouTube video's voor jou gaan maken. En ja, hopelijk heb je daar wat aan. Rijke mensen focussen zich op mogelijkheden en niet op dingen die niet mogelijk zijn. Heel simpel, maar wel heel effectief. Rijke mensen, bewonderen andere rijke en succesvolle mensen. Altijd als ik dikke auto's zie, denk ik: dik man, dikke auto. Uh, als jij het kan, kan ik het ook. Als ik een succesvol huis zie, denk ik: nice man. Dat, dat kan ik zelf ook. En zegen hetgene wat je wil hebben. Dus bless diegene die dus die rijke auto. Datgene heeft wat jij wil hebben en dan kan je het later ook hebben. Als je het gaat haten, ik ga het zelf nooit bezitten. Rijke mensen associëren zich met positieve, succesvolle mensen. Je moet je omringen met ja, mensen die succesvol zijn. Daar zit ik nu hier ook mee. Mensen die miljoenen per jaar draaien met een e-com business. En dat zijn de mensen waarmee ik niet eens meer versteld sta van ja, je draait een miljoen per jaar. Ja, oké, okay, leuk. Ik ken mensen die drie miljoen per jaar draaien. Ik ken mensen die meer draaien. Maar in ieder geval, ik omring me wel met dat soort mensen, om die zijn niet close minded, zoals de meeste mensen in Nederland wel zijn, helaas. Daarom zit ik ook in Bali, maar dat is even een side note. Rijke mensen zijn bereid zichzelf en hun waarde te promoten. Als je jezelf niet durft te promoten zoals ik ben aan het doen met dit soort YouTube-video's, ja, dan. wat ben je dan aan het doen? En leiders verdienen meer geld dan volgers. En ik ben een leider, ik heb een team, ik stuur mijn team aan. En daardoor verdien ik ook meer geld dan mijn team. Heel simpel. En je moet een leider zijn in het leven, je bent geen fucking schaap. Oké, okay, gaan we door. Tenzij je dat wil zijn, helemaal prima. Maar dan weet ik niet waarom je al 9 minuten naar deze video kijkt. Het geheim van succes is niet te trachten te vermijden of ervan afkomen of het wegkruipen voor je problemen. Het is geheim is om zelf zo groot te worden dat je groter bent dan welk probleem dan ook dat je meemaakt. Als je een groot probleem in je leven hebt, wil dat alleen maar zeggen dat je als een klein persoon gedraagt. Iedereen heeft problemen, maar het is puur hoe je ermee omgaat. Rijke mensen zijn uitstekende ontvangers. Als je zegt dat je waardevol bent, ben je dat ook. Als je zegt dat je niet waardevol bent, ben je dat niet. Wat je ook zegt, je zult jouw verhaal leven. Als een boom van tientallen meters hoog de geest van de mens zou hebben, zou het niet hoger worden dan twee meter. Voor iedere gever moet er een ontvanger zijn. En voor iedere ontvanger moet er een gever zijn. Geld zal je huidige persoonlijkheid alleen maar kunnen versterken. En hoe je één ding doet in het leven, is hoe je alles doet in het leven. Rijke mensen kiezen ervoor om betaald te worden op basis van hun resultaten in plaats van hun tijd. Zo'n belangrijke: er is, niets mis met so. er is niets mis met een vast salaris ontvangen. Tenzij dat het salaris tussen jou, en je mogelijkheden, tussen jou en je mogelijkheden komt om te verdienen wat je echt de waard bent. Daar zit hem in, want meestal is dat niet zo. Plaats dus ook nooit een plafond op je inkomen. Nou, ik heb dat misschien nu wel gedaan met die 50k per maand. Maar zodra ik die 50k per maand in zet ik hem gewoon op 100k per maand. Dus maak je daar zeker geen zorgen over. Rijke mensen denken allebei, hoe kan ik dit of dat krijgen? Hoe kan ik allebei krijgen in dit leven? Oh, even eentje terug. Ja, uh, ik weet niet bij welke... Ja, ben bij deze. Hele belangrijke en eentje waar ik zelf nog eerlijk gezegd nog veel aan moet werken. Rijke mensen focussen op hun nette vermogen. De echte maatstaf van rijkdom is netto vermogen en niet uit het inkomen uit je werk. Energiestroom naar waar de aandacht op gericht is en dat levert resultaat op. Daarom focus ik mij nu meer op mijn nette vermogen en groeit mijn nette vermogen ook weer maandelijks omdat ik daar meer ja, focus op leg. En waar je aandacht op legt, groeit. Onthoud dat. Rijke mensen gaan goed met hun geld om. Tot je laat zien dat je het aan kunt wat je niet hebt, krijg je niets meer. De gewoonte hoe je met geld omgaat is belangrijker dan de hoeveelheid geld waar het om draait. Of jij controleert je geld of je geld controleert jou. Rijke mensen laten hun geld hard voor hen werken. Rijke mensen zien iedere euro als een zaadje dat ze kunnen planten om 100 euro mee te verdienen. Dat ze vervolgens nog een keer kunnen planten om 1000 euro mee te kunnen gaan verdienen. Okay, rijke mensen nemen ondanks angst toch actie. Actie is de brug tussen de innerlijke wereld en de huidige wereld waarin we leven. Een ware strijder kan de cobra van, tang, van angst stemmen. Het is niet noodzakelijk om angst helemaal uit je leven te bannen om succesvol te hebben. Soms is het goed om even wat angst te voelen om die push weer te geven. Dat heb ik nu momenteel weer, dingen die iets minder gaan. Bijvoorbeeld in Q4 bij mezelf, waarvan ik denk, ja, ik moet weer volgend jaar weer harder gaan. Ik moet dingen weer harder gaan aanpakken. En als je alleen bereid bent om te doen wat gemakkelijk is, zal het leven uiteindelijk moeilijk zijn. Maar als je bereid bent om te doen wat moeilijk is, zal je hele leven gemakkelijk zijn. De enige tijd waarin je echt groeit, is waarin je ongemakkelijk bent in het leven. Het trainen en beheersen van je eigen geest is de meest belangrijke vaardigheid die je ooit zult hebben op het gebied van zowel geluk als succes. Rijke mensen leren en groeien constant. Je kunt gelijk hebben of je kunt rijk zijn, allebei is onmogelijk. Iedere meester was ooit een mislukking en om het best betaald te worden, moet je uiteindelijk ook de beste zijn. Nou, tof. Ik heb weer 12 minuten video voor je gemaakt. Bedankt voor het kijken. Abonneer, abonneer en like. En comment voor meer. En dan check je weer in de volgende video. Ciao, ciao.